Op 1 augustus is het eindelijk weer zover. Het eerste optreden van de neef van Ed sinds de coronacrisis. Het optreden staat gepland bij Poppodium Beverwijk. Wat kunnen mensen verwachten? De mensen kunnen een hele leuke rock and blues avond verwachten. Vol met oude klassiekers en een gigantisch enthousiaste band. Van 6 jongens, eigenlijk 6 mannen, 3 mannen, 6 jongens van in de 20, 3 mannen van 60 plus. Wat samen een hele leuke dynamiek geeft. We brengen eigenlijk op onze eigen manier alle rock and blues hits ten gehore met zijn eigen sound. Het belooft gewoon weer een hele leuke avond te worden, zoals de eerste keer in 2018 dat we hier al stonden. Jullie coveren dus nummers in het repertoire rock en blues. Wat vinden jullie zelf het leukst om te doen? De rockkant of de layback kant? Dat verschilt een beetje op het moment in de show. Want het is uiteraard leuk om te openen met een knaller. Dat het publiek gelijk geactiveerd is, helemaal wakker wordt. Ziet van oké, het gaat nu echt beginnen. En eigenlijk hebben wij onze setlist zo opgebouwd dat het echt gevarieerd is. Van echt stevige harde rocknummers tot aan de mooie layback blues nummers. Die wij zelf ook heel fijn vinden om te spelen natuurlijk. Want dan kan je lekker op jammen, kan je lekker op losgaan. Zit niet een heel erg vast patroon in. Iedere keer spelen we het eigenlijk weer net een beetje anders. Het is eigenlijk voor ieder wat wils. En dat is voor onszelf ook heel leuk om te spelen. De band bestaat natuurlijk uit 3 twintigers en 3 mensen rond 60, wat je net al zei. Ja. Voegt dat ook iets toe aan de hele band? Nou ja, je ziet wel dat... Kijk, als we op het podium staan, zijn we allemaal een stelletje jonge tieners eigenlijk. Iedereen voelt zich lekker jeugdig. Iedereen is lekker aan het spelen. En wat het toevoegt aan de band. Het is... De mensen van de oudere generatie die hebben dat allemaal meegemaakt natuurlijk. De Pink Floyds, de Deep Purples, de Beatles, Rolling Stones. Die weten als geen ander waar die muziek om draait. Wij als jongeren in die band kennen die muziek eigenlijk alleen van de plaat. En dat heeft een dusdanige impact op ons gemaakt dat wij dachten, hé, dat willen we lekker gaan spelen. En het is eigenlijk een hele oude vibe met een fris jong jasje eroverheen. Daar krijg je een heel leuke combinatie van eigenlijk. Wat zijn jullie ambities als band zijnde? We willen gewoon eer aandoen aan de nummers die we spelen. En tegelijkertijd willen we mensen echt een gevoel geven van ik heb vanavond lekker genoten. We hebben een goede band gezien. We hebben goede muziek gehoord. En gewoon herinneringen maken eigenlijk. Dat is waar het om draait bij ons. Ja, en ons doel is eigenlijk natuurlijk zo groot mogelijk. Maar voorlopig met de coronacrisis moeten we het nog een beetje klein houden. Maar daar genieten we ook heel erg van. Een heel klein lokaal clubje of kroegje kan misschien nog wel meer intimiteit brengen. Nog meer emotie naar boven brengen dan een hele grote uitverkochte zaal. Maar beide is natuurlijk goed. Jullie zijn een tijd gesloten geweest door de coronacrisis. Hoe was dat voor jullie? Ja, we hadden ons eigenlijk erg verheugd op de opening in april. We zouden toen beginnen met redelijk leuke artiesten eerste maand. Maar uiteindelijk zijn we geen één dag open geweest toen we open wilden gaan. Ja, en dat is wel lastig, want de kosten zijn er wel. Je start als onderneming, maar uiteindelijk kan je niet open gaan en kan je geen inkomsten genereren. En dat is wel erg jammer, zeker met de tijden van corona. En hoe gaan jullie de maatregelen handhaven? Nou, hoe wij de maatregelen handhaven hier is dat wij bij binnenkomst desinfecteren de mensen zich. Ze krijgen de gezondheidscheck. En daarnaast zorgen wij dat in de hele zaal zitplaatsen zijn. Met daarbij staantafels, zodat iedereen een plek heeft waarvoor ze komen. En mensen kopen een ticket, zodat wij ook van iedereen de gegevens hebben als ze hier zijn geweest. De neef van Ed komen op 1 augustus een tweede optreden houden. Het eerste optreden was een enorm succes. En wat verwachten jullie van het optreden, ondanks alle maatregelen? Nou, wij verwachten van het optreden is dat het nog steeds zo'n succes gaat worden, maar wel op een corona-proof manier. Het worden wat minder mensen als de eerste keer, maar toch denken wij wel dat het een succes gaat worden met de sfeer en met de behoeften van de mensen. Nou, de mensen kunnen hun kaart halen op www.denevenvaned.nl. Daar zie je een knopje met Rock and Blues Night 1,5. En als je daarop klikt, kun je je tickets bestellen. Dit omdat we natuurlijk maar 100 man binnen mogen laten, wegens de voorschriften van het RIVM. Dus als mensen nog kaarten willen bemachtigen, moeten ze snel zijn, want ze zijn bijna uitverkocht. En 1 augustus gaan we lekker spelen hier.